Opstreet, een van de initiatieven van Hip Hop in je Smoel. Believe it or not, kunstwerk gerelateerd aan het Eurovisie Songfestival. 6 kunstenaars, 5 uit de hele wereld en 1 uit Nederland. Te gek. Kat, jij bent van Hip Hop in je Smoel en jullie doen Street Up. Upstreet. Ja, kunstzinnig, een beetje krankzinnig, dus ik keer het gewoon op. Ja, upstreet. Mag, maar het is Upstreet Rotterdam. Ja, ik ben nog steeds bezig. Het is nog niet af. Het is een soort yin-yang effect wat ik aan het maken ben. Ik wil gewoon een gelijkheid creëren tussen man en vrouw, jong en oud en donker en licht. Want ik merk dat er in 2021 nog altijd niet echt daar gelijkheid in is. Ik ben ervan overtuigd dat muziek en ook street art, dus kunst in de openbare ruimte, mensen bij elkaar brengen. Ja, dat vind ik gewoon super mooi om daaraan bij te dragen. Dit is Engeland. De kunstenaar heet David Pak. Hij is op zoek gegaan naar de camp entries tijdens het Songfestival. Hij is heel erg geïnspireerd door de drag culture. Gekeken, gezien dat er eigenlijk best wel weinig waren in Engeland. En hij vond het leuk om die cultuur echt weer te geven. Het gaat echt over de extravagantie en het open karakter van. Hoe zijn jullie van Hip Hop in je Smoel aan deze kunstenaars gekomen? We kijken eigenlijk bij al onze projecten altijd natuurlijk naar kwaliteit. Maar ook naar stijl en vooral naar diversiteit. Dus we vinden het gewoon wel belangrijk om te laten zien hoeveel verschillende stijlen er eigenlijk zijn binnen de street art. Eigenlijk een beetje hetzelfde als hoeveel verschillende stijlen er zijn binnen het hele Songfestival. Next! Knippele babon, tout pour le français? Een petit peu. Oké, d'accord. Nee, dit is Frans van Frankrijk, Loïc Monde. Je ziet, hij gebruikt heel veel lagen en stijlen door elkaar. Heel veel typografie, heel veel calligrafie. Veel kleurgebruik. Als je kijkt naar wat er dus geschreven staat, komt dat thema van Open Up komt weer terug. En wat staat er geschreven? Un prix. Ik kom er niet helemaal uit wat er staat geschreven. Maar als jij weet wat hier staat geschreven, stuur jouw inzendingen naar Open Rotterdam. En wie weet maak je kans op zo'n heel leuk sjaaltje. Hola. Hola. I'm doing a Spanish guitar because it's like a symbol of my country, but it's not now international. I mean, it's used in all the world. I also put like these flowers, like typical from Spain and also typical from Holland. So yeah. I did like this mix. Nice, thank you. We hebben gehad Nederland, we hebben gehad Engeland, we hebben gehad Duitsland, we hebben Frankrijk gehad, we hebben Spanje gehad. Rest ons nog, buongiorno. Kijk, je hebt wel goed geluisterd. Volare. De kunstenaar is Luego Comune. Grafisch werk, heel kleurrijk. En wat hij afbeeldt zijn maatschappelijke thema's van nu. En menselijke condities van dit moment. En dat zie je allemaal in de verschillende plaatjes. Om het maar oneerbiedig te zeggen. Jullie hebben een inzending gedaan voor het stadsprogramma, stadsprogrammering. Ja. Ja, 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 ja. Wat is het doel eigenlijk voor jullie om dit te maken allemaal? Dit? Wij vinden het heel belangrijk om te laten zien dat het Songfestival niet alleen maar draait om muziek, maar dat het groter is. Dus nou, gaan we weer dus, zeg maar, de belangrijke thema's, dus diversiteit en verbinding. En het is een kunstvorm, dus muziek maken is een kunstvorm, maar street art is dat zeker ook. En het is heel leuk om binnen de kunsten de connecties te maken. Nou, ik zie dat op street te gek is. Dus heb je zoiets van, ik wil nog meer beleven van het Eurovisie Songfestival. En natuurlijk de talenten van Rotterdam en de 5 grote steden. Kom even hier kijken wat er allemaal gebeurt. Hip-hop in je Smoel die presenteert dit aan. Zeker, zeker. En de bezoekers. Wees welkom vanaf maandag. Kom lekker kijken, zou ik zeggen. You know my bro, kom hier. You know my bro. Dansen doe ik, zingen doe ik niet. You know my bro, kom hier. Mina, afu, sensi. Hip-hop is smooth.